Wat is nou eigenlijk de reden geweest om destijds Amsterdam achter je te laten en naar het hoge noorden te trekken? Was er een aanleiding voor? Nee, er zit toch weer een tussenstop tussen. Ik ben dus van de woonboot ben ik naar de Bijlmermeer vertrokken. Die was toen net in aanbouw. Daar heb ik 4,5 jaar gewoond op Vleerde. Hele prettige tijd. Werkelijk waar. Veel ruimte. Lekker rustig. Maar ja, toen kreeg ik andere problemen. Met mijn eerste man. En toen zijn we maar naar Deurne vertrokken. We hadden weer een laagbouwwoning. Dat kwam een beetje beter uit. Ik had nogal een alcoholische, een beetje agressieve man. Dus woonde ik meer in de bebouwde kom. Want de Bijlmer is heel erg anoniem. Dus dat was eigenlijk de reden dat ik daar ging verhuizen. En deze omgeving hier in Noord-Groningen, wat betekent die persoonlijk, voor jou persoonlijk? Ruimte. Absolute ruimte. Rust, ruimte, nog eens ruimte. En waarom ontleen jij inspiratie voor je schilderijen? Dat is heel uiteenlopend. Het kan van alles zijn. Krantenberichten, verhalen die ik gelezen heb of gesprekken die ik met mensen hou. Personen. Personen werken heel erg op mij in. Die vind je ook in alle schilderijen terug. Ja. En jij schildert een soort fantastisch realisme, als ik het goed zeg. Hoe ben jij gekomen tot deze manier, tot deze stijl? Ik ben verliefd op sprookjes. Mythologische sprookjes. Dus gewoon de Griekse mythologie. Dat zijn, ik mag wel geen sprookjes zeggen van de meesten, denk ik. Maar ik vind het sprookjes. Daaruit ontleen ik heel veel inspiratie. Onder andere de markante vrouwenfiguren. Die spreken me echt aan. Dat vind ik mooi. Ja, en dan verder ben ik een realistische schilder. En ik wil niet super realistisch overkomen. Ik ben het wel geweest. Maar op een gegeven moment ging ik als doodschilder, werd puur realistisch. Daar ben ik van afgestapt. Ik laat nou rustig heel veel weg. Heel veel vaagheid op de achtergrond. En er springen af en toe wat figuren uit. En dat vind ik veel leuker. Dit schilderij hier achter ons, jij vertelde dat is een van je lievelingsschilderijen, hè? Ja, het is het schilderij waar ik het meest gevoel bij heb. Ten eerste om wat ze uitbeeldt. De kracht, kind naar voren en blik op de toekomst gericht naar buiten. Ze heeft wel een stenen walletje onder zijn nek als een soort halsketting. Dat zijn dus de trappen die je oploopt. Alle moeilijkheden die ik krijg, maar ik klauter het altijd naar boven. Trap vind je bij mij mee nog vaker in mijn werk terug. Terwijl er nog een paar wat trappen in zitten. Maar ze stijgen altijd omhoog. En haar haar is heel gestileerd. Het lijkt wel een soort slakvorm. Waarom heb je dat zo gedaan? Dat is het binnenste oor. Oh, binnenste oor. Ja. Dat slaat op helderhorendheid. Dus het inleven en veel intuïtie hebben. Gewoon helder. Heldere geest, heldere horendheid. Met dit schilderij ben je nu bezig. Kun je er iets over vertellen? Ja, dat kan ik zeker. Op de een of andere manier had ik een heel leuk erotisch gevoel toen ik dat schilderij schilderde. Ik weet niet waarom. Dat heb ik niet zo vaak, maar het spreekt er dus wel uit. Ik ga dus gewoon met verf aan de gang. Ik maak allerlei bewegingen. Ik heb deze helemaal met mijn handen ingezet. Dus niet met kwasten. Ik heb gewoon geknoeid in de natte verf. Dus zie ik er ook niet uit. Ik kop de teen onder de verf. Erg verschrikkelijk. En ik werk nou met 3 kleuren. Dat vind ik zelf heel belangrijk. Alleen rood, geel, blauw. Meer niet. Alleen de primaire kleuren. Ja, vind ik heel prettig. Dan kun je de prachtigste nuances maken. Ik ben nu met dames bezig om daar meer licht op te zetten. Dan komen ze een beetje los van hun achtergrond, want ze waren wat weggezakt. Ik wil ze heel diffuus, fluweelachtig houden. Daar ben ik bijna mee klaar. Ik moet dus altijd proberen mezelf visueel de dingen redelijk goed voor te stellen, want anders kom ik er niet. En als het helemaal moeilijk wordt, dan ga ik zelf voor de spiegel staan. Ik kleed mezelf uit. Ik ga eens even kijken hoe die schouder en die nek in elkaar zit.
Want jammer genoeg, ik werk hier niet met mijn model. Ik moet alles zelf opdokteren. En het gek genoeg lukt het meestal wel. Ik ben uiteindelijk al zo lang, zoveel jaar schilder. Als ik dat nou nog niet ken, dan kan ik me beter mee stoppen. Er begint al iets te komen, zie je al. Heel wazig. Dat wordt iedere keer een beetje lichter. Dan gaat er dus wat vleeskleur overheen. Dat ze niet zo'n bleek schoudertje krijgt, want ze is uiteindelijk springlevend. Anders had ze niet zo'n mooi koppie. Ze had een beetje een rare partij gekregen hier zo. Stak er allemaal wel mooi uit hoor. Dat was wel heel sexy geworden. Maar het is niet de bedoeling. Als je gedeeld vrij realistisch neerzet, moet het toch ook wel een beetje verantwoord zijn. Zo, nog een beetje. Nog een beetje wat net niks lijkt. Maar meestal meer als voldoende is. Deze techniek probeer ik dus ook op de cursussen aan mijn cursisten te leren. Maar dat blijkt ontzettend moeilijk te zijn, want ze begrijpen helemaal niet dat die dunne laagjes uiteindelijk tot één groot resultaat leiden. Dan ga ik hier dus iets veranderen, want ze heeft iets hier ook niet helemaal zoals ze hoort. Ze ziet de vrouw er niet uit. Tenminste niet eentje die zo'n mooie vormpjes heeft. Ze heeft hier ook nog zo'n mooi ballonnetje. Ik ga hem even goed opzetten. Hoeveel lagen gebruik je meestal? Nou, dit schilderij, dat heeft er al een stuk of 12 gehad. Maar allemaal heel transparant en de dames hebben er al meer gehad. Ze moesten los uit de achtergrond. Alle achtergrondkleuren zitten er gewoon in. Dat vind ik mooi, dat speelt mee in het licht. Dus zij komen uit en door de achtergrond heen. Dat is een drie. Kijk, dat is een bewuste schaduw die ik net vertelde. Die is echt helemaal niet goed. Die drukt heel erg op haar borst. Die ga ik dus weghalen. En doe ik alleen heel diffuus zachte witten. Als die hard opgezet wordt, heb ik een schone kwast. Dan haal ik dat wit mee weg. Net zolang dat die schaduw helemaal naar beneden gezakt is. Als het ware een deel van haar huid wordt. Dat is een beetje peuteren. Want ik wil ook de structuur die erachter zit niet verstoren. Zo, nog een beetje. Kijk, er ligt op, ziet u wel? Komt hier nog. Dit is een heel vieze schaduw. Zo, nou hoef ik niet meer met de andere kwast uit te doezelen. Die zit nog maar weinig aan. En dan kan ik er gewoon gezellig overheen poetsen. Op dat gebied is het een hele prettige techniek, want je kunt rustig dat wegwerken wat je niet meer wil hebben. Gewoon heel transparant eroverheen te gaan. Dan zakt hij naar achteren en dan wordt hij eigenlijk heel interessant, die schaduw. Het is net of het erbij hoort of de slagschaduw ergens anders van is. Zo, dan moet het eerst drogen. Het aardige is dat het wel een week duurt, gemiddeld. En dan pas ga ik er overheen met een zacht, zoals deze kleur, heel zacht roze tint. Dit is een van de sprookjesachtige schilderijen geworden, terwijl het niet de bedoeling was. Het heeft iets te maken met uilen. Ik was bombast aan het schilderen. En tijdens het uitwerken, ik had dit dus opengelaten, kwamen plotseling een paar uilen tevoorschijn. Ik denk, nou ja, die horen wel bij een boom. Maar al gaandeweg werd ik er helemaal gek van. De ene uil naar de andere die kwam. De een piept onder een dakje uit en de andere die vliegt. En gaat zo maar door. Die vliegt er nog één keer, die vliegt een hol in. De gekste dingen. Van voor, van achter, opzij, overal allerlei soorten uilen kwamen. Ik heb ze een keer door iemand laten tellen als een wedstrijdje. En ze zijn toen gekomen tot 56. En die heeft het toen nog maar gewonnen, vond ik.
Dus er zitten 56 uilen hierin. Schandalig, ja. Die heb ik allemaal verwerkt als zijnde boombastbeestjes. Vond ik heel leuk. Ik ben er gigantisch lang mee bezig geweest. Terwijl die eigenlijk, de boombast zelf stond eigenlijk heel snel. En dan begon ik uit te werken met lichtschaduwpartijen. En dan kwamen al die uilen eraan. En dan kon ik de verleiding niet weerstaan om die dingen weer te geven. Ik heb ze sumier weergegeven, een paar een beetje duidelijk. Omdat ze me wel aanspraken. De manier waarop ze stonden en hoe ze keken, dat sprak me aan. De rest, ja, er staat er alleen maar een stukje van. Of om een hoekje kijkend zo. Of een oogje. Snaveltje. Meer niet. Zij is de laatste van de rij. Dit is 2000. Vers van de pers. Want ze is in maart van de ezel gekomen. En dit is mijn bedoeling. Fleurig, transparant. Mooie kleuren. Ik hou van echt mooie kleuren. En ze is in dezelfde kleuren geschilderd als de voorgaande, rood, geel en blauw. Rie, hoe lang woon jij al in Groningen? Nou, zo'n beetje 35 jaar nu. Ja, vanaf mijn 17 of zo ben ik dingen na gaan schilderen. En daarna ben ik daar een opleiding in gaan doen. En toen ben ik begonnen als schilder. En pas heel veel later, toen ik hier al heel lang woonde, toen ben ik uitgenodigd door een collega. Als je heel lang werkt, dan ga je steeds meer weglaten in bepaalde periodes. Je probeert tot een soort essentie te komen binnen je werk. En dan kun je vaak heel, heel veel weglaten. Zoiets als een ontwikkeling zoals Mondriaan heeft doorgemaakt. Dat je van heel figuratief naar heel abstract gaat. Ja, dat is, vroeger kon ik dat absoluut niet. Iets zonder voorstelling maken. En daar ben ik nu heel langzaam naartoe gegaan. En ook in mijn schilderwerk en ook in mijn beelden. In mijn beeldjes dus die ik maak. Ja. Wat ik maak, dat is gewoon heel klein. En die dingen die ik binnen de bekker heb gemaakt, dat zijn grote dingen. Ja, en wat voor een betekenis die in het dorp hebben gekregen, die beelden bijvoorbeeld. Er staan twee beelden in het dorp. En één beeld in de verzetsbuurt. Dat is dus een verzetsmonument voor de mensen die in het verzet gevallen zijn hier in Finsterwolde. En er is een bevrijdingsbeeld, hebben we gemaakt. Maar ja, ik geloof wel dat ze het mooi vinden, maar het is wel zo. Er staat ergens nog in het dorp een heel oud monumentje. En daar gaat de jaarlijkse tocht naartoe met de bloemen. Dus het is niet in de plaats gekomen voor wat de plek die de mensen al hadden. En ik denk ook dat er gewoon niet zo heel veel interesse hier nog is voor kunst. Nou, het is meer net zoiets. Ze gaan liever naar Eelde of zo. En daarbij vinden ze het ook verschrikkelijk duur, kunst. Ja, ik probeer zelf zo goedkoop mogelijk te zijn. Want nou, ik zie het in de bijstand en ik vind ik word al onderhouden. En mijn werk, dat kan dan wel een beetje goedkoop daardoor. Maar er is gewoon niet echt heel veel interesse, volgens mij, hier. Nee. En ik weet niet of het ergens anders beter is, hoor. Want waar zou dat aan liggen? Dat de mensen hier meer gericht zijn op het noodzakelijk en dat ze kunst als een soort luxe zien? Ja, ik denk dat kunst voor iedereen luxe is. Maar als je dan ziet wat voor een waar ze hun tuinen allemaal mee volzetten en alle hekjes en fonteintjes en in huis ook. Hè? Er wordt heel veel geld in huizen en aan huis, aan wonen besteed, zeg maar, en aan omgeving. En ik snap niet waarom er dan ook niet een origineel werkstuk kan hangen in plaats van een of ander plaatje. Ja, dat is ook iets wat ik niet begrijp. Nee. En misschien moet je ook een soort supermarkt maken voor kunst of zo, in plaats van een galerie, wat mensen misschien een beetje eng vinden. Ik weet het niet. Maar ik heb niet zo zin meer om zulke dingen te ontwikkelen.
zeg jij, mijn werk komt buiten beter tot zijn recht of binnen, of maakt het jou dat ook niet uit? Denk je daar wel eens aan als je aan het werken bent? Nee. Dat denk ik absoluut niet aan. Ook aan de houdbaarheid niet. Nee. Anders zou ik wel in brons werken en dat soort dingen heb ik ook wel gedaan. En het is natuurlijk wel, ja, iedereen zegt ook waarom giet je beeldjes niet af in brons. Klei, ja. Hè, wat is klei nou? En je kan, ja, brons is natuurlijk ook veel kostbaarder dan meteen. Maar ik vind onzin, ik vind klei net zo mooi. Ja, dat vind ik belangrijker dan, ja, en als klei valt, dan is het stuk. Maar ja, een brons kan ook een deuk komen, hè? Dus. Ja, ik stam toch uit een tijd dat er heel weinig was. Dus, want ik ben dus van voor de oorlog. En ik was een kleuter in de oorlog. Tot mijn, mijn eerste 6 jaar was oorlog dus. En dan leer je zoveel maken met van alles. En dat vind ik dus wel eens jammer als je ziet dat nu gewoon, dat mensen zoveel hebben. Dat ze niks meer zelf hoeven te maken. En ik denk, dat vind ik wel heel jammer. Dat vind ik wel een kunst die verloren gaat. Gewoon dat je bij kinderen ook, dat ze gewoon de fantasie ontwikkelen om met dozen of god maar weten wat voor rare dingen gewoon zich te vermaken. En niet meer al die hulpmiddelen. Dus dat zie ik een beetje, ja, nou, dat kun je geen kunst noemen, maar misschien levenskunst of zo. Ja.